augustus. EA persconferentie is zojuist afgelopen en dat betekent dat onze derde dag van de Gamescom avontuur is begonnen. Ik ben deze middag bij 2K Games geweest. Daar heb ik onder andere een presentatie mogen bijwonen van Evolve. Maar nog veel belangrijker, ik heb de game mogen spelen. Het is natuurlijk een coöperatieve slash competitieve multiplayer game. Waarin je met vier hunters een monster moet zien te verslaan. En het monster moet juist wegblijven en moet proberen te evolueren door andere monsters af te slachten. Ik heb helaas niet met het monster zelf kunnen spelen, maar wel met drie van de hunter klasses. De medic bijvoorbeeld, die moet ervoor zorgen dat iedereen in leven blijft. En die moet proberen de mensen die dood zijn weer te helen. De supportklasse die moet ervoor zorgen dat de andere dat zijn medespelers niet sterven. En dan heb je nog de trapperklasse. Zoals de naam al doet vermoeden, moet je daarmee het monster proberen te vangen. Je creëert een soort schild, een rond schild, waarmee je een gebied afbakent waar het monster niet kan ontsnappen. En daardoor kan je moet eigenlijk met verschillende klassen moet je tactisch te werk gaan. Al met al was het vrij afwisselend om met de verschillende klassen te spelen. Maar ik vraag me wel af hoe lang het leuk blijft. Want het blijft natuurlijk wel 4 tegen 1 of 1 tegen 4. Wat natuurlijk heel leuk kunnen zijn als enkele modus in een hele grote multiplayer game met allemaal verschillende modus. Maar als één enkele game, ik weet niet hoe lang dat leuk blijft. Maar voor nu vond ik het zeker leuk om te spelen. Mogen checken behind closed doors. En de presentatie begon met de E3 trailer die we kennen. En er wou net bijna iemand om een scherm lopen, maar dat wil de pret natuurlijk niet drukken. Het is eigenlijk weer zoals van ouds. Het is heel erg hetzelfde als deeltje 1. Ik heb ook nog steeds het gevoel dat die buggyheid die van deeltje 1 kennen ook weer in deeltje 2 zit. Natuurlijk was dit een pre-alpha versie, dus deze dingen kunnen er zeker nog uitkomen. Maar ik was dan niet gelijk van wow, ze hebben er een nieuwe studio opgezet, maar toch heb ik nog niet het idee van kom, ze gaan dit even gelijk, hebben dit aangepakt. Toch is de sfeer en de massive en hoe je mensen op de zombies kan mollen en slopen en het bloed, de gore natuurlijk, is weer overweldigend met hele toffe wapens en dat was weer gigantisch vet. We blijven nog even afwachten hoe dat technische gedeelte van de game straks ook weer in orde is. Anders kan dit gewoon een hele toffe titel worden. Vandaag heb ik Battlefield Hardline twee keer mogen checken bij Electronic Arts. Namelijk de singleplayer en de multiplayer. Bij de singleplayer werd eigenlijk hetzelfde level getoond wat ook tijdens de EA persconferentie werd getoond. Alleen hier en daar werd wat anders gespeeld. Zo werd bijvoorbeeld het kamp wat je in de trailer zag een keer op een Rambo-achtige manier aangevallen in plaats van alleen stealth. Dat was eigenlijk het enige verschil wat ik bij de singleplayer heb mogen zien. De multiplayer heb ik gelukkig zelf wel mogen spelen. En hierin speelden we de Rescue Mode. Dat is de nieuwe mode die vandaag is aangekondigd. Ze vertelden dat we zeg maar een beetje Rainbow Six-achtige, Rescue-achtige dingen moeten doen. Zodat je gijzelnemers moet bevrijden. Alleen zojuist in het multiplayer potje kwam dit nou niet echt heel erg tot z'n recht. Het was weer het vanouds Battlefield schieten met twee partijen op elkaar. En nu is in dit geval één partij de politie en één partij de boeven. Dus eigenlijk is het gewoon weer de oude Battlefield. Misschien heb ik nog niet genoeg ervan gezien. Maar op dit moment heb ik het gevoel dat die mode nog niet heel erg uit zijn verf komt. Dus blijft het nog gewoon bij de oude traditionele Battlefield gameplay. Die eigenlijk natuurlijk nog gewoon wel hartstikke goed is. De eerste dag van de Gamescom zit erop en ik ben eigenlijk best wel moe van deze eerste dag al. We hebben heel veel kunnen zien, veel moeten lopen, maar ook heel veel presentaties moeten volgen, veel verschillende games kunnen spelen. Waaronder dus Battlefield, The Witcher 3, Evolve en noem maar op. Verwacht in de aankomende dagen ook nog geschreven impressies en morgen zijn we er gewoon weer met een nieuw Gamescom item.